Vliegtuigen, security en tax-free shoppen. Typisch Schiphol. Net als bomen, vlakbij de gate. Employment. Bomen. Trees. Which trees? Kijk, dit zijn ze. En dit is Bianca. Zijn die bomen echt? Ja, die zijn echt. In deze serie duiken we in diverse vakgebieden binnen Royal Schiphol Group. En ontmoeten we de professionals die er samen voor zorgen dat Schiphol 24/7 blijft draaien. Deze keer stappen we in de wereld van commercial en real estate, waar Bianca en ruim 300 collega's bouwen aan het Schiphol van de toekomst. Hey Bianca, nog even over die bomen. Dat is fantastisch. Wat je doet moet groot, groen en goed zijn. En dan zetten we dus bijvoorbeeld ook grote, groene, echte bomen neer. Dat is nou zo leuk aan mijn werk. Bianca werkt bij Area Development en richt zich continu op het optimaliseren van de reizigerservaring. Enerzijds gaat het over retail en horeca, maar ook over sanitair capaciteit, stoelen, business class lounges. Daar een logisch plan voor hebben, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Wat wil de reiziger? Van alles. En dus bedenkt men ook unieke concepten, zoals een dependance van het Rijksmuseum. En dus ook bomen bij de gate. Allemaal part of de hele leuke job. Precies, en dat allemaal op een hele bijzondere locatie. Want in tegenstelling tot andere luchthavens hebben jullie niet bepaald heel veel ruimte, toch? Dat klopt, dat doen we allemaal voor één terminal. Wie binnen Schiphol Group ook veel met vierkante meters bezig is, is de portfolio manager Real Estate. Zeg Jacqueline, waarom is dit nou zo'n unieke plek? Het mooie van Schiphol is dat we gebouweigenaar zijn en gebiedsontwikkelaar. Het gebied is dan ook volop in ontwikkeling en staat hoog aangeschreven. Hoe doen jullie dat? Dat komt denk ik doordat we kwalitatief hele goede gebouwen neerzetten, maar dus ook heel veel aandacht besteden aan het gebied en de faciliteiten daaromheen. We willen dat mensen zich thuis voelen hier. Dus ze moeten een plek hebben waar ze goed hun werk kunnen doen en waar bedrijven gewoon fantastisch kunnen floreren. En over wat voor bedrijven praten we dan? Het zijn met name multinationals die de focus hebben op de goede bereikbaarheid naast de snelweg, op het station en de connectie natuurlijk als luchthaven zijn naar heel de wereld. En dat maakt Schiphol dus een regelrechte A-locatie. Dit is denk ik het unieke voorbeeld. We staan hier in de base, waarbij we enorm hebben gefocust op duurzaamheid, innovatie en ook het toevoegen van faciliteiten voor alle gebruikers. Oké, zoals? Eten, drinken, vergadercentrum, sporten, kinderdagverblijf. Eigenlijk een totaalpakketje zit hier. Maar dan behoort dit gebied toch gewoon tot één van de allerbeste van Nederland? Ja, misschien. Misschien. Nee, maar even zonder dolle. Jullie ambities zijn groot. Ja, we proberen continu de juiste partners aan ons te binden om de beste plek van Nederland te worden. En wat maakt het voor jou persoonlijk zo leuk? Ja, het is een unieke wereld hier. Het is een gebied wat altijd leeft. En dat is heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Snap ik wel. Zeg Bianca, nog specifieke superhero skills nodig om hier te werken? Je moet zeker kunnen toveren door die ene terminal met die schaarse vierkante meters. En ook zeker van puzzelen houden. Oké, en verder? Daarnaast moet je ook de regie kunnen pakken. Klopt. Het is een groot bedrijf. Dat betekent dat je met veel verschillende stakeholders om tafel zit. Wat maakt Schiphol nou zo'n unieke plek om te werken? Die 24/7 operatie, de passagiers, de mensen, de verbouwingen. En wat vind jij het allermooiste? Dat ik als alles op orde is voor de passagier bij commercial de slingers mag oppakken. Klinkt goed hoor. Wil jij nou ook bijdragen aan de ultieme reizigerservaring? Kom dan werken bij commercial en real estate.